Wat wij doen is een druppel op de groeiende plaat. Er zijn veel meer mensen met problemen dan wij beseffen. Schuldhulpmaatje die steunt de mensen, die gaat naast de persoon staan om te kijken wat de schulden zijn en hoe groot de schulden zijn. Wij proberen eigenlijk mensen een hart onder de riem te steken en ze te blijven motiveren om door te gaan. Cliënt en zij vroeg ook specifiek aan mij van nee, ik wil dat jij me helpt met mijn schulden, omdat ik mijn vertrouwen bij jou voel. Dat je wat voor hun kan betekenen, dat is hartverwarmend voor mij. Het is niet zo dat je nooit in de schulden terecht kan komen. Nee, dat begint klein en dat kan iedereen overkomen. Veel mensen die raken in een sociaal isolement omdat ze niet meer naar buiten durven te gaan. Ja, en dan zie je toch wel dat mensen gewoon eigenlijk helemaal vervagen achter die schulden. Leven in schulden betekent eigenlijk een gevangenis. En als je die mensen uit die gevangenis kan helpen, dat is een schitterend, dat is een mooi werk.